Sahin gaat de vrije trap nemen. De bal blijft hangen en Feyenoord komt op 3-0. Via Hofland. Ga los. Ga maar los. Voetballer Kevin Hofland van PSV is de komende 2 maanden nog uit de running. De operatie aan zijn enkel, die gepland stond, gaat niet door. Kevin Hofland is in juni 36 jaar geworden. Toch is hij al bijna 4 jaar gestopt als profvoetballer. Met zijn gezin is hij teruggekeerd naar zijn geboortestreek in Limburg. En in zijn tuin heeft hij een trapveldje met een PSV en een Feyenoord logo. Ik wilde er wel iets in hebben van een logo. Ik kreeg natuurlijk heel veel commentaar van mensen, waarom geen Wolfsburg en waarom geen Fortuna. Ik heb die logo's niet uitgekozen. Die jongens, zoals je ziet, PSV en Feyenoord fan. En dat is hun trapveldje, daarom liggen die logo's er. Vroeger, toen ik in Barendrecht woonde, toen voetbalde mijn vader bij Feyenoord. En toen, ja, toen vond ik gewoon een mooie club. Ja, het is zijn eigen keuze, maar ik blijf bij PSV en hij blijft bij Feyenoord. En soms hebben we dan een beetje een discussie over wie de beste is. Perfecte omstandigheden hier in Bingelrade, de tuin van Huize Hofland, waar het broer Hofland tegen de broers Hofland is. Levi en Dylan zijn dat, ook natuurlijk goede spelers. Daar is de eerste kans, Milan met een schot van afstand dat naast gaat. Bijna de goal voor Feyenoord, bijna de 1-0. Milan met het schot en de goal! Milan met de 1-0! In de periode dat Kevin Hofland bij Feyenoord speelde, was zijn zoontje Milan erg ziek. Mede om die reden heeft Hofland bij Feyenoord niet gebracht wat iedereen ervan verwacht had. Ja, weet je, je doet je werk en ik moet zeggen, daar heb ik echt heel veel medewerking van Feyenoord aan gehad. Ik mocht zelf weten of ik kwam trainen. Maar ik wilde wel. Ik wilde wel onderdeel zijn van dat team. Ik stond onder contract. Ondanks dat ik niet speelde, vond ik wel dat ik meerwaarde had voor de groep. En dan vond ik ook dat ik het me daar moest laten gelden. Alleen ja, als je achteraf gaat nadenken. Ik heb natuurlijk 2 periodes gehad met hem. 1 keer een goedaardig gezwel weggehaald en daarna het hart. Je doet op een gegeven moment alles op de automatische piloot. Of dat slim is geweest, weet ik niet. Ik heb daar wel slechte wedstrijden ook doorgespeeld. Maar goed, ondanks dat, ik had wel zoiets, ik moet daar staan. Ik kan die jongens helpen, dus moet ik het doen. En op een gegeven moment merk je wel dat je tank leeg is. Het kost heel veel energie. Je weet niet wat er aan de hand is, je weet niet wat er gaat gebeuren thuis. Dus je zit in heel veel onzekerheid. Ja, dat neem je toch mee en je zit alleen maar te denken en te malen. Dat vind ik wel fijn. Ik moet nog steeds contact ook wel met Gio en met Roy. Die hebben mij daar enorm in gesteund. Strafschop voor PSV, Dylan. Kan hij het hoofd koel houden? Daar komt zijn aanloop en hij schiet hem ernaast! Dat is lekker zeg. Wat faalt die Hofland junior. Milan met het balverlies namens Feyenoord. Oeh, dan kom je in de problemen. Ja, daar is het doelpunt van PSV. En wat een fout daar toch, achterin bij Feyenoord. Hofland won met Feyenoord in 2008 nog wel de KNVB-beker. Maar voor de rest was er op sportief gebied veel tegenslag. En als dieptepunt het ontslag van trainer Gert-Jan Verbeek. Met name Hofland werd gezien als een van de initiatiefnemers in deze affaire. Ja, ik merkte ook wel wat er allemaal speelde intern. Hè, bij mensen, materiaalmensen, noem maar op. En ik wil gewoon, op dat moment, dat heb ik nu nog steeds als trainer ook, ik wil dat er een team is. En een team is niet alleen de spelers, maar alles eromheen. En als dan mensen op een bepaalde manier aan de kant worden gezet, ja, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid en dan zeg ik dat. Ja, en uiteindelijk gaat het natuurlijk helemaal de verkeerde kant op, wat wij ook niet wilden. En heel veel mensen schetsen het beeld dat wij geen krachttraining wilden doen als ouderen. Nou, dat is onzin, dat hebben wij ook gedaan. Maar wij hadden wel bepaalde vraagtekens over bepaalde trainingsmethodes. Hè. Of je alles een jongen van 19 hetzelfde moet laten doen als een jongen van 31. We hebben ook een aantal keren met hem gesproken. Alleen ja, op een gegeven moment is het niet meer te houden. Alleen ik denk dat het iets te vroeg voor hem is gekomen. Als je nu ziet hoe hij het in Duitsland weer doet, ja, prima. En ik gun het hem ook. Maar het is wel zonde tot het in dat jaar is gebeurd en tot eigenlijk in min of meer door mij geschoten werd. Ik weet als voetballer zijn, je hebt de mooie kanten en je hebt de minder mooie kanten. Dat is voor mij ook een leerschool geweest. Individuele actie van Milan Hofland. Ja, individueel. Hij moet het ook alleen doen, hè, tegen zijn 2 broers. Is altijd in het nadeel. Hier de actie en hij tikt hem binnen. Wat een goal. En dat was de 3-1 voor Feyenoord in je eentje. Knap gedaan. Een prima resultaat.